De cast en crew van Beauty and the Beast repeteert vanaf vandaag in het AFAS Circus Theater Den Haag. En omdat het wel een klein stukje rijden is vanaf Amsterdam, reizen ze met deze mooie beplakte Beauty and the Beast bus. Ze zien hem vandaag voor het eerst en ze reizen vandaag voor het eerst, dus wij reizen een klein stukje met ze mee. Goedemorgen deze koude morgen. Morgen. Wat vind je van de bus? Ja, fantastisch. Ja, super mooi, echt heel mooi. Ik had hem nog niet gezien, dus ik vind het wel een plaatje, vind ik. Je kunt elkaar wel lekker leren kennen zo in de bus, want ken je iedereen al goed? Ja, je hebt natuurlijk al veel met elkaar gerepeteerd, dus je kent wel mensen, maar zo echt een gesprek over iets anders dan het vak, dat hebben we nog niet zo vaak gehad. Vanaf vandaag repeteren jullie in het Circus Theater. Ja. Je hebt nog niet gezien het decor, wat verwacht je? Iets sprookjesachtigs, denk ik. Ja, heel mooi, groot. Ja, ik heb er zin in, ik ben heel benieuwd. Ik heb het dus 10 jaar geleden ook al gedaan, de show. En toen vond ik het heel mooi. Lux, we hebben een keukentje. De koelkast staat al vol. Ik ben heel benieuwd naar het decor, omdat we altijd zonder decor hebben gerepeteerd. Dus om eindelijk die magie echt te gaan laten tot stand laten komen. Ik verwacht dat het heel mooi is. Ja, het is Disney. Dus, maar ik ben onwijs benieuwd naar het decor en de kostuums en dat iedereen er helemaal mooi uitziet. Ja, ik weet het niet. Ik laat me verrassen. We gaan gauw op weg. Ja. Ik hoorde net al, voorin wordt het moment van stil zijn, achterin wordt het de plek van spelletjes en je hebt iets in je hand. Wat is het? Ja, heel belangrijk spel, Weerwolven. Dat spelen we dus, dat is echt legendarisch. We speelden dat al bij Droomvlucht bij Ligue du Blanc al jarenlang, elke avond achter in de bus. Ja. En hoe gaat het spelletje? Nou, het heeft een beetje twee kanten. Je hebt namelijk de weerwolven en de burgers. En je hebt onder de burgers heb je de heks, je hebt de ziener, je hebt Cupido. Nou, die hebben allemaal rollen. Ik heb hier echt nog nooit van gehoord. Ja, in een notendop. En het is dus de taak van de weerwolven om de burgers te doden. Zonder dat men erachter komt dat je een weerwolf bent. Wacht, ik heb ook een kaart van een weerwolf. Dit is een weerwolf. Er staat ook een wolfje op. Ik vind het ook heel spannend. En ja, je hebt de taak van de burgers is om de weerwolven te doden. Ja, dat is wel heel grappig en het is ook voor gewoon als in een groep. Ja. Hilarisch natuurlijk als je dan wel een wolf bent en om elkaar een beetje te neppen. Maar we kunnen nu jouw ontgroeningspotje spelen. Ja, heel graag. Je hebt een kaart. Heel graag. Ben je ik ben wolf? Geen wolf. Nee, ik ben geen wolf. Je bent geen wolf? Nee. Ik ook niet. We hebben toch één wolf? Ja. Nee, ja. Ik ben het niet. Iemand liegt. Moeten wij erachter komen. Wie liegt? Ik denk dat tegen de tijd dat we in Scheveningen zijn, dat degene die de wolf is wel duidelijk is. En dan gaan we ook zien wat het decor is, maar wat dat is, ja, dat mogen we nog niet verklappen. Woe!